Met miljoenen en miljoenen YouTube-views en Spotify-streams is hip-hop de underground ontstegen en de grootste muziekstroming van dit moment. En dit boek is net uit en gaat over de 10 belangrijkste rappers in Nederland. Twee daarvan zitten hier aan tafel, Ronnie Flex en Hef. Ik zei het al 3 keer, geloof ik, maar dat was nog niet toen het lampje brandde van de camera. Leuk dat jullie er zijn. Jullie gaan straks nog aan het werk gewoon, hè? Ja, zeker. Ja. Nog optreden vanavond. Hoe laat begint zo'n werkdag normalitair? Ik denk in het weekend zo rond 1 uur dat de eerste show kan plaatsvinden. Ja, 1, 2, zoiets. Ja, en dat gaat dan door tot een uurtje of? 5. En dat geldt voor jou min of meer hetzelfde? Ja, hetzelfde. Ja. Dus dit is voor jullie een beetje middag? Ik heb vandaag toevallig al een show gedaan, zeg maar, bij een release party van iemand. Nu zit ik hier, dus in principe is het echt, soms heb je wat vollere dagen en soms heb je ook dagen dat je heel de dag kan chillen en pas 's nachts aan het werk bent, zeg maar. Yes. Jullie zijn groter wat betreft streams en bekeken worden dan Marco Borsato en noem er nog maar 5 bij elkaar, eigenlijk. Ja. Denk je niet? Ja, zeker. En het grappige is dat het is in Nederland zo, maar het is wereldwijd zo. In Amerika is het hetzelfde. In Amerika is hip-hop ook het nummer 1 genre nu op het moment. Dus ja. Het is een soort van een ding van de jeugd. Ja. De jeugd van de wereld. Het is gewoon een soort van een beetje. Het begint een beetje een soort van een punkstroming van nu te zijn. Of zo, voor al die kids of zo. Hoe zou dat komen dat zo? Heb je daar een verklaring voor? Waarom kinderen dit zo? Want het gaat wel ergens over. Ja, het is ook heel makkelijk of zo. Het is juist met veel teksten gaat het echt over het echte leven. Ja, zeker, dat ook. Rap heeft sowieso veel verschillende vlakken voor ieder wat wil. Of je nou wil luisteren of naar maatschappelijke hip-hop of popliedjes. Of dat is er sowieso. Maar ik denk dat het gewoon te maken heeft met dat het gewoon. Het stond al in de babyschoenen 10 jaar terug toen ik 12 en 13 was. En dat de wereld in de ban was van 50 cent en dat soort dingen. En dat is gewoon gaan groeien, weet je. En nu. Nu is dat gewoon wat het is. Zo even, want ik denk dat heel veel van onze kijkers, dat zijn misschien de ouders van de kinderen die naar jullie muziek luisteren. Dus laten we toch even naar wat muziek luisteren om even een beetje een beeld te krijgen. Samen met mij in de merrie, go naar de party. Habiba, waarom stress je mij, Asina? Wat zei jij als laatste? Nee, ik heb Ronnie inderdaad een keer op zien treden bij de Dirk Kuyt Foundation. Ja, echt ook echt helemaal het dak eraf gewoon. Echt geweldig. Ja, was leuk. Ja. Genoten. Ja. Is voor jou dat nummer Drank en Drugs, hè, waar we net een klein stukje van laten zien, dat is wel echt een doorbraak geworden, hè? Dat was mijn doorbraak, voor mij. Dat was het moment dat mijn leven wel een beetje veranderde. Ja, hoe veranderde je leven dan? Ik begon geld te verdienen in eerste instantie. Ik zat ook op dat moment op Expeditie Robinson op het eiland. Dus dat viel ook allemaal samen. Dat zorgde gewoon voor een enorme. En is dat dan lekker? Of was het ook op een gegeven moment een beetje onhandig? Het was lekker, maar het is ook heel stressvol. Het is wel een soort van een verantwoordelijkheid die je met je meedraagt. En je moet wel committed zijn aan dat Ronnie Flex gebeuren of zo. Het is wel iets wat gewoon 24-7 is elke dag. Ja, en wat is dan het Ronnie Flex gebeuren? Optreden, muziek maken, nadenken over welke clip ik ga uitbrengen, strategieën brengen. Ja. Gewoon dat stopt niet. Dat is de hele dag. Ja. Is dat is natuurlijk fijn, of eigenlijk ook niet? Het is fijn. Ja. Ik denk dat ik wel een soort van een workaholic ben, dus ik vind het wel gewoon fijn. Wat mij lastig lijkt, is als je dat hebt. Ik vond het zelf een kennen jullie het nummer? Ja, hè? De Drank en Drugs, hè? Dat is. En ik vond het ook. Het was vooral ook leuk, vond ik eigenlijk, dat er allerlei ouders helemaal nerveus van werden. Ja. Omdat ze dachten. Ouders die zelf opgegroeid waren met de muziek van Herman Brood, zo'n beetje. Ja, maar, precies. Ja, het is een cyclus. Ja, maar dan denk je, daar moet nog maar eens overheen zien te komen. Ja, in eerste instantie wel, maar.
En dat, vooral door het vele succes en dat ik net geld begon te verdienen, begon ik toch wel een beetje verdwaald te raken in dat wat jullie zegt eigenlijk. Ja. Maar het belangrijkste voor mij is geweest dat ik gewoon plezier erin in behoud. En dat heb ik mezelf ook aangeleerd om gewoon muziek te maken zonder verwachtingen, zonder ik ga niet naar de studio met het gevoel van, joh, ik ga nu een hit maken. Want als je dat gaat doen, dan... Nee, maar je maakte er wel eigenlijk meteen daarna energie. Ja, precies. Ik had even een periode dat ik echt in de dip zat, dat ik helemaal geen muziek maakte. En toen ben ik dus naar de studio gegaan van, Ronnie, pak gewoon je rust, doe het gewoon op je eigen manier. En toen kwam energie. Ja, klein stukje. Dit is Lowlands, hè? Dit is Lowlands, ja. Dat was ook nog eens extra leuk. Mooiste optreden al in tijden, voor mij sowieso, ja. Hef, in dit boek word jij omschreven als de grootste rapper van Nederland. Een legende. Oh, dan mag ik naast zitten. Ja. Waar of niet waar? Mijn favoriete rapper eigenlijk. En, Wat maakt hem zo goed? Nou ja, voor mij is het denk ik ook omdat ik een jong uit Rotterdam ben en omdat Hef ook uit Rotterdam komt, was het sowieso de eerste rapper voor mij dat ik kon zien van, joh, iemand van mijn eigen omgeving die gewoon die het echt schopt en hij dat gewoon zijn eigen stilo, man, en gewoon het is gewoon, ik weet niet, van Hef. jij wordt er toch verlegen van eigenlijk, als hij dat zegt dan, of niet? Ja, het is best wel moeilijk, zeg maar. Het is best wel een soort van een ding, zeg maar, als mensen je een legende noemen, zeg maar. Omdat het dan net lijkt alsof het al afgelopen is. Ja, ook dat, zeg maar. Weet je, ik ben nog steeds bezig, zeg maar, gewoon. Ik ben dan niet per se, zeg maar, de cijfers aan het doen die hen aan het doen zijn, zeg maar. Maar ik ben nog wel steeds bezig en het gaat gewoon lekker. Het is nog steeds voor mij, zeg maar, een soort van stijgende lijn. Ja. Ik doe dit al bijna 10 jaar nu. Hoe lang kun je dit doen eigenlijk? Is dit iets wat je gewoon kunt doen? Laten we zeggen, Rob de Nijs is 70? Of zeg je, zo moet je het niet zien? Het is heel moeilijk, zeg maar, omdat zeg maar, ik ben zeg maar, een soort van de eerste guy die dit nu zeg maar, 10 jaar doet. Dus ik ben, zeg maar, ik ga dat nu bewijzen, zeg maar, soort van. Dus het voelt voor mij ook, zeg maar, alsof ik een soort nieuwe uitdaging heb, zeg maar, weet je. Ik ben nu de soort van de enige rapper die zeg maar, al 10 jaar rapt en dan nog 10 jaar zeg maar, al echt best wel relevant is, zeg maar. Ja. Ik ga dat nu zeg maar bepalen voor mensen, zeg maar, voor hoe lang denk ik dan, zeg maar. Dus hoe langer jij het volhoudt, hoe langer hij door moet gaan. Ja. Dat is het, ja. Laten we even naar jou luisteren ook. Een mooi nummer, Hoop. Een nummer voor Chaiba, een nummer voor Koop. Paar niggas met money, paar niggas en bro. Paar niggas en binnen, paar niggas en dood. Ken je het een beetje? Ik kende deze niet, dus ik zit nu helemaal om op te nemen. Wat een mooie track, man. Ja, hè? Ja! Meteen, hè? Ja, dit is mijn laatste track van een nieuw album, nieuw gaan erop binnenkort. Ja. Ik wil een klein stukje voorlezen uit het boek van Reiko Düsseldorp, Hip-hop in Nederland. Dat is het laatste stuk uit jouw inleiding, waarin je zegt van, ik heb met al die mensen gesproken en ik zie wel wat duidelijke overeenkomsten. Allemaal zijn ze niet begonnen met rappen, omdat ze het leuk vonden, maar omdat ze diep van binnen een noodzaak voelen. Hun muziek is het resultaat van een worsteling met zichzelf en met de wereld. Heeft u daar gelijk in? Ja, man, dat stukje heeft mij ook echt heel erg gepakt, zeg maar. Weet je, het is niet, zeg maar, ik denk dat niemand die zeg maar, nu echt geld aan het verdienen is met hiphop, dat zeg maar hun eerste gedachte was of doel was. Zeg maar, weet je. Je gaat gewoon iets tofs proberen te maken. En dat wordt dan iets, zeg maar, waar je toevallig geld mee verdient. Zeg maar, weet je. Ik denk dat alle grote dingen die echt groot zijn, alle bedrijven die groot zijn, dat het eerst begint met gewoon iets doen wat je leuk vindt en iets waar je passie voor hebt. Zeg maar. En, ik zie die passie heel erg terug, zeg maar, bij al die jongens van nu, zeg maar, bij mijzelf ook nog steeds. Van, we hebben best wel lange dagen, maar het is gewoon tof, zeg maar, weet je. Ik vind het gewoon leuk om te doen, dus het voelt niet als een obstakel, of het voelt niet als werk of zo, zeg maar. Het is gewoon allemaal leuke dingen doen achter elkaar en je voelt je soort van, blessed. En ook, zeg maar, het is ook tof dat je, zeg maar, een soort van steentje kan bijdragen aan de community en iets terug kan geven, zeg maar, aan mensen die wat minder hebben, zeg maar. En niet per se dan financieel, zo, maar ook gewoon mensen die wat minder weten of zo, zeg maar, weet je. Mm-hmm. Waar je vandaan komen. Ja. Ik wil niet zeggen dat het per se... Waar kom jij vandaan eigenlijk? Ik kom uit Hoogvliet. Ja? Rotterdam is dat. Bij Rotterdam? Ja. Ik wil niet zeggen dat het per se een ghetto is of zo, zeg maar het is wel een soort achterstandswijk. Ja? En ja, daar gebeuren, zeg maar, wel fucked up dingen, zeg maar. Ja. Er zijn gewoon mensen die
niet uit dat cirkel kunnen komen, zeg maar. Ja. En ik probeer zeg maar, soms hier en daar af en toe mensen mee te nemen en te laten zien dat je ook op andere manieren geld kan verdienen en, ja. En positieve dingen kan doen. En wat voor gezin kom je dan? Ik kom uit een gewoon goed gezin, met de vader en mijn moeder. En twee zussen, broertje. Ja. En nog een halfbroer. Ja. En ja, in principe heb ik het best wel goed gehad. Ja. Altijd, zeg maar. Ik heb geen... Ik dacht dat ik wel in de boek wat anders heb gelezen over jouw vader en moeder. Of vind je het vervelend om daarover te praten? Ja, ik weet niet of mijn moeder en vader dat leuk vinden. maar ja, er zijn ook, zeg, inderdaad thuis dingen zeg maar, gebeurd, zeg maar, dat ik wel van dichtbij kon zien, zeg maar, dat... Ja. Er ook op andere manieren zeg maar, dingen geld verdiend kan worden. Zeg maar, en zo, zeg maar. Het is een soort, ja. Van, het is een soort cirkel. Zeg maar. En ja. Als jij, zeg maar, niet, als jij zelf niet zeg maar, de stap neemt zeg maar, om te zeggen van oké, hier stopt het voor mij. Zeg maar. Ik ga voor mijn familie en voor mijn gezin. Maar je moet wel sterk zijn om dat te kunnen dus. Zeker, zeker, zeker. Moest jij ook sterk zijn? Nee, denk ik niet. In die zin hoefde je dat niet of zo? Nee. Je hoefde niet ergens uit te breken of zo? Nee. Ik denk niet dat ik dat echt, ja. Dat ik dat echt gehad heb. Nee. Heb je wel een worsteling gehad in die zin, zoals dat hier dan staat? Dat iedereen eigenlijk bezig is met een soort worsteling? Of? Ja, tuurlijk. Ik heb ook privé dingen gehad. Ik, ben ook, ja. Ik heb ook weinig contact met mijn vader. En dat, dit zijn wel dingen, maar... Dat zijn eigenlijk universele dingen? Dat zijn universele dingen, precies, ja. Ik wil even naar een foto van jou, omdat het zo'n leuke foto is. Dus deze foto. En nou moet jij toch even uitleggen waarom dat kutleven daar staat. Ja, ik vroeg dus vroeger altijd, altijd een fiets of een, weet ik veel, een scooter of whatever. En dan zei mijn moeder altijd, dat kon je op je buik schrijven. En nu verdienen we gewoon genoeg geld en hebben we een goed leven. En ik dacht van, kutleven. Wil ik niet hebben. Dus zeg maar, deze foto is zeg maar, een soort foto die we hebben nagemaakt van Mohammed Ali. Die heeft zo'n post gedaan. En dat, ja, dit is bij een fotoshoot geweest voor een eerdere album. Ja. En ik was aan het omkleden en toen zei die guy van... misschien is het wel grappig als je eventjes even die foto maakt. En toen hebben we uiteindelijk allemaal styling en allemaal dingen gedaan. En dit was die foto die we hebben gebruikt. Ja, nou, het is ook een schitterende foto eigenlijk. Ja. Nu zei ik net al van, ik denk dat heel veel ouders misschien vandaag jullie zien en denken... oh, dat is de muziek waar mijn kinderen naar luisteren. Die ouders winden zich nog wel eens op over de teksten die erin staan. Krijg je daar wel eens reacties op? Nou ja, steeds minder in de tijd dat drank en drugs uitkwam. Omtrent van drank en drugs was er natuurlijk een grote hijsen. En toen... maar dan moet ik ook eerlijk bij zeggen, ik denk ook niet dat ik, nog zulke dubieuze teksten heb deze dagen. Of dat het, ja, ik denk niet dat ik echt zoveel verkeerde dingen heb. Je groeit ook als artiest. Ja, je groeit ook als artiest. Ja, ik ben ook 25. Ik heb ook geen tijd om... nee, man, ik doe dat... Meen je dat nou? Ja. Dat is heel gek, man. Ja, gek, ja. Wij artiesten, wij worden zeg maar afgerekend op dingen die wij zeggen. Ja. Maar je moet beseffen zeg maar, dat wij wel gewoon ook mens zijn en ook gewoon ook ontwikkelen en ouder worden en slimmer worden en nieuwe informatie krijgen. En dat je dan zeg maar, misschien iets wat je 3 jaar geleden zei, dat je daar helemaal niet meer achter staat nu of zo. Ja. Dat kan gewoon zomaar, dat kan zomaar gebeuren. Ja, nou ja, ik zou helemaal niet te moralistisch worden over je eigen teksten. Je moet er ook lekker een beetje van genieten natuurlijk. Je moet niet helemaal in dat burgermansfatsoen komen en zo, toch? Jawel, maar op een gegeven moment zeg maar, als je een bepaalde... Als je een bepaalde record hebt gedaan, dan wil je daar overheen of zo, weet je. En dan wil je dat met toffe dingen doen, zeg maar. Het concept wat eigenlijk altijd heel belangrijk geweest is in rap, is dat je rapt wat je leeft eigenlijk. Juist. En ik gebruik geen drugs meer, dus ja, dan maak ik ook geen liedjes meer erover. Oké. Okay. Nou, dan niet. Hey, dit boek is... En als we er weer wel liedjes over horen, weten hoe het met je gaat. Ja. Dan weet je hoe het gaat. Jullie gaan nog optreden. Dit boek is zeer de moeite waard voor iedereen. Mooi gemaakt, Rico. Om een beetje duidelijk te maken, wie zijn die mannen? Want het is wel een mannenwereld, hè? Ja, wat ik nog even kort wil vermelden. Zeg maar, ik vind het super tof dat hij dit zeg maar, ook doet voor hiphop. Zeg maar. Je ziet ook zeg maar, dat hiphop zeg maar, groter wordt in de zin van... er zijn ook nog schrijvers die willen schrijven over ons. Er zijn misschien straks meer dingen op televisie. En het is niet meer alleen maar rap, zeg maar, weet je. Ja. Hij is ook hiphop. Hiphop laat, zeg maar, je ziet, hiphop is veel groter dan zeg maar, boys met afgezakte broeken en mutsen en kettingen. En dat soort shit. Dankjewel.